Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Het programma waar Marcel, a.k.a. Koppersan, elke... Nee, die andere nee, noemen oh, niet meer. Okay, nee, die wordt sorry. Nou te groot. Oh. Waar we elke week het eSports Nieuws bespreken, wat er allemaal gebeurt. Mijn naam is Peter, dat doen we elke woensdag, donderdag op YouTube. En je bent er weer. Ja, ik ben blij super. Dat je er weer bent. Ik vind het hartstikke goed. De treinen rijden, de goden zijn ons goed gezind. En er gebeurt weer e-sports. Er is weer van alles gebeurd, Peter. Ja, en ik hoorde dat we een van mijn favoriete Halo-dingen van vroeger was teabaggen. Je teabagde links, rechts, boven, vooral beneden. Dat deden we bij Halo 1 en 2 heel veel. Maar het is weer helemaal, het heeft een comeback, het mensen. Het was de BM, zeg maar, van elke game, zeg maar. Om gewoon mensen, als je ja. Ze gewoon lekker door het hoofd schoot, dat ging even zo... Even eroverheen genieten. Ja, even die Pickwick. Precies. Ja. En wat blijkt, bij Killer Instinct, een fighting game, daar hebben we gezegd van ja, de eerste beste die teambagt wordt uit het wereldkampioenschap gegooid. Hé, wat is dit dan voor een lul? Ja, vind ik ook een beetje jammer. Was dat bij Killer Instinct ook een beetje van dissen? Ja, het is wel zeg maar als je iemand iets aan elkaar stond en als je aan de hand er even zo even eroverheen ja. Gaat. Dat is wel naai als je okay. Nou, en dat mocht dus gewoon echt niet meer. Het is wel echt verboden. Het is een beetje de GG Easy van het van fighting games. Maar dat verbiedt mensen toch niet? Ja, ik vind het ook een beetje jammer. Maar goed, ze hebben gezegd van jongens, iedereen die er nu toe nog gaat teabaggen, die wordt gewoon uitgestuurd. Is het ook al gebeurd of is het een wet die nu pas in gaat? Hij gaat nu pas in, inderdaad. Okay. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat gebeuren. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden. En ja. Of toch die spelers zijn die toch een beetje de neiging hebben met de joystick. Ik zou er gewoon schijt in hebben. Oké, Hearthstone, we hebben een grote Nederlandse Hearthstone speler, groot talent. Kijk, zit niet bij de Gamers Rebels, nee, maar... Wel trouw kijken natuurlijk, op iets nieuws. Thijs NL inderdaad, ja, die moest van de week spelen in zijn Hearthstone Cup die begonnen is. En hij is best wel uniek, hij is 6-0 gegaan in een game. En dat betekent dat hij met één deck, dat heeft hij 6 andere decks mee verslagen. Ja, dat is heel bijzonder. Het leukste is eigenlijk nog dat hij dat gedaan heeft met een Murloc Paladin deck. Dus Murlocs, ken je dat? Dat zijn die grappige beestjes. Ja, dit is een ik heb dat door Michael geleerd. Dit is een deck waar je op het laatst in zet. Precies. Dat ze allemaal in één keer komen, die Murlocs. Inderdaad, ja, die kaart heet Anything Can Happen. Ja. En dan summit die 7 Murlocs die dood zijn gegaan, summit die dan terug op het veld. En die krijgen allemaal boost. En dan mega tof kun je eigenlijk bijna... Maar hij heeft dus 6 keer gewonnen met die strategie? Met die strategie, ja. En dat is heel lastig om te doen. Ja. En hij Thijs... misschien ook een beetje aan de tegenstanders, Thijs. Thijs, nou, heel eerlijk Thijs. Hij moest tegen de oud wereldkampioen van 2015. Oké. Okay. Dus hij was wel tegen iemand van Alliance. Dus hij was wel echt redelijk goed bezig. En ja, dat was gewoon mega tof om te zien. Hij gewoon 6 keer rollen met een deck. Nice. Ongekend. Loopt dat nog? Wachten we op finales? Of... Dat is inderdaad een toernooi wat 7 weken duurt. En dit waren de voorrondes. En wat we nu te zien, ziet het er heel erg gunstig uit voor de G2-spelers. Thijs NL en zijn teamgenoten. Oké. Okay. Dus ja, mega tof. Nou, Thijsie, toi toi toi. Namens de hele redactie van eSports Nieuws. Bedankt voor het kijken. Nee, laten we doorgaan met de LCS, met League of Legends. Laten we het wel doen, ja. Uiteraard. Want FlyQuest, daar hebben we het vorige week over gehad. Het is een League of Legends team, wat oude Cloud9 Challenger team. Ja. Daar hebben ze allemaal oude pro's in gezet om die plek te verkopen. Nou, uiteindelijk is die plek verkocht. Ja. Spelers zijn gebleven en die staan in de eerste week samen met 2-0. Bam! Hoppakee. Dat is wel een dikke vinger naar de oud eigenaar. Ik vind het ook wel lekker. Ja, het voelt had goed. Zegt, denk ik, het is lekker zo van, lekker voor ze. Nee, is wel genieten. Ja, hartstikke goed. Ja. Die gaan... was dit afgelopen weekend? Of zijn afgelopen die weekend bezig? Die hebben gewoon afgelopen weekend gewonnen. Hoor. Ja, en dan afgelopen weekend en dan moet je dan gewoon de volgende weekend. Ja, precies. En, precies. Ja. Daarnaast hebben we H2K en G2 hebben ook in Europa staan die altijd bovenaan met 2-0. Maar verschillende teams moeten wel nog zijn tweede wedstrijd spelen. Dus hè, ze staan voor ons nu eerste, maar... Ja, we blijven het volgen. We blijven natuurlijk inderdaad volgen. Oké, okay. Zijn voor jou nou ook de hele week weer het e-sports aan? Uiteraard. Vanaf op het werk jongens, stiekem een schermpje open doen. Maar is dat stiekem? Dat is jouw vak toch? Je mag er alles kijken zoveel. Ja, maar ze zeggen van, je mag zelf gebruiken naar weer 80 gig internet, dat je alles aan het streamen bent. Ik vind het niet zo heel chill. Oké, nou ik vind dat gewoon bij jouw vak hoor. Een beetje wel, ja, hè? Ja, wel, je moet het open blijven. Wij focussen vooral op CSGO en Street Fighter. Dus League of Legends is lastig om te verkopen. Oké. Okay. Maar nog één dingetje over League of Legends. Team Liquid, een Nederlandse organisatie, die organisatie van Nederlandse origine. Ja. Ze spelen in Noord-Amerika en ze zijn de eerste week zijn ze 1-1 gegaan. Dus op zich, ze zijn nu teruggekomen in de LCS en op zich een prima start. Leuk, ja. Blijven ze volgen. Zijn ze komen uit Utrecht, hoor? Ja, ze komen uit Utrecht. Ja, zijn ze hier? Nee, ik zit in Utrecht, ben ik. Bijna Utrecht. En daarnaast? Ja, zo goed als. Ja, zo goed. Ja, ga verder. Daarnaast, CSGO, laten we even bij Team Liquid blijven. Daar was een speler van Team Liquid, het was een wedstrijd, ze moesten tegen Team Envious, dat is ook in de E-League is begonnen. Tijdens die match had één speler van Team Liquid, die maakte gewoon 5 kills, 1 tegen 5, won gewoon.
En daardoor werd het een hele upset. Daar het Team Liquid pakte de ronde terug. En uiteindelijk is het nog 25-21 geworden in overtime. We hebben ze uiteindelijk toch wel verloren. Maar wel super spannend comeback. En mega spannend inderdaad. Ja, als je met in je Uppie 5 man staat, dat is wel echt vet. Precies. Ik denk dat het publiek ook wel, de kijkers thuis, helemaal... Het was geweldig. Commentatoren, iedereen ging helemaal uit zijn dak. Ja, dat snap ik wel. Daarnaast hebben ze de wedstrijd de dag erna op ze wel gewonnen. Dus we staan daar ook 1-1 inderdaad. Liquid doet het goed. Ze doen het wel netjes. Maar ze hebben geen Nederlandse spelers, of wel? Nee, niet. Raar is dat, alleen Nederlandse organisatie. Ja. Oké. Okay. Maar goed hè, blijf Nederlands. Belastingparadijs, ja. Ja precies, ik ben er weer. Weet je ook zelf. Hey, daarnaast met de E-League is nog iets grappigs, Peter. Nou. Een beetje bias natuurlijk, ik wil het nieuws gaan vertellen. Oh, maar ze hebben als hoofdsponsor, bij E-League hebben ze Dell. Ja. Weet je wel, Dell makkelijk, monitoren. Snel. Leuk, precies. Easy is Dell. Alleen wat blijkt, ze gebruiken gewoon Thank You Zowie monitoren, maar wat doen ze dan? Doen ze daar een doos overheen met een Dell sticker erop. Ja. Je bent daar zelf achter gekomen? Ja! Jij werkt voor Zowie. Ik werk voor Zowie, ik ken die standaard. Heel biased dit. Ja, dat is echt heel biased. Maar ik herkende de standaard en ik dacht, dat lijkt wel Zowie monitor. Ja, maar is het iets waar je juridische stappen tegen kan nemen? Nee, want ze zeggen niet, dit is onze monitor, ze zijn gewoon sponsor van het evenement. Dus laat ze natuurlijk geen Zowie zien. Ja. Maar je hebt bij een ESL One hebben ze ook een keer gezegd, hebben ze ook een Zowie monitor gebracht. Dan hebben ze gewoon een Samsung sticker over het Zowie logo Wat helemaal niet nodig is, want we weten allemaal dat Samsung beeldschermen al zich al de beste beeldschermen zijn. Nice. Dit is totaal niet. Totaal niet. Als jij bias dat ziet. Ja, oké, je hebt ook geen bias inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar goed, het was wel grappig om te zien inderdaad. Want op het internet kwamen een aantal discussies, een aantal topics naar boven van jongens, hoe kan dit eigenlijk? En waarom zit Dell hier gewoon dit te doen? Nou, het komt door die spelers, hè? Die willen gewoon met jullie monitoren spelen dan. Dat klopt. Dus ja, dan moet het. Ja. Want Dell betaalt voor het evenement, dus die wil gewoon een eigen naampje erop. Precies, op zich wel begrijpelijk. Ja. Oké, dan gaan we naar... wordt het nog gespeeld? Jazeker, Heroes of the Storm. Ik wou het net zeggen inderdaad, je hoort eigenlijk nog maar vrij weinig. Je hoort heel weinig Heroes of the Storm. Veel teams trekken zichzelf terug en Blizzard terug, heeft dat opgemerkt inderdaad. Ja. En die zegt van jongens, iedereen die meespeelt in onze competitie, elk team die in de hoofdleague meespeelt, die geven wij $100,000, zodat ze zichzelf kunnen... Gewoon startgeld. Ja, doe ermee wat je wil, ga op vakantie, beetje trainingsgeld. Maar in ieder geval zodat de spelers inderdaad kunnen overleven. Ja. Ze hebben gezegd van ja, geen enkele Heroes of the Storm speler moet... een andere baan ernaast hebben. Ze moeten gewoon alleen maar Heroes of the Storm spelen. Dus wij geven gewoon 100k per team. En helpt dit, denk je? Ik denk dat dit wel zorgt dat teams meer interesse gaan hebben. Ja? Ja, je krijgt 100k om te beginnen. Dat is een redelijke. Als je in de hoogste competities komt. Ja, dan moet je eerst wel voor. Je moet eerst kwalificaties dus niet dat je morgen inschrijft en dat ze gelijk overmaken. Dat gebeurt niet. Nee. Was wel even. Ja, was wel relaxed geweest. Nee, maar dit is een beetje een poging van Blizzard om toch de Heroes of the Storm scene levend te houden. En je leven is in te het over wat je komt eraan. Ja. Het is niet. Jullie hebben genoeg titels die het goed doen. Hearthstone, straks Overwatch. Precies, joh. Niks komt allemaal goed. Niks laat de Heroes of the Storm goed. Laat het lekker gaan. Nee, maar e-sport hoeft niet, ik denk niet dat het slechte game is, het is gewoon geen e-sport game. Nee, precies. Rainbow Six zou ook een e-sport game moeten zijn. Zo, daar baren we steeds van, Evolve, ook zoiets. Ja. Wow, dit gaat echt super tof worden. En dat gebeurt er gewoon niet. Nope. Dat is hit or miss met e-sports. Niks aan te doen. Ja. Hey, daarnaast hebben we nog een laatste nieuwtje, wat eigenlijk gewoon bij overig nieuws valt. Er is een university in Toronto, in Canada, en die hebben voortaan een e-sports scholarship. Kijk daarvan. Je kan er gewoon net zoals je een sportscholarship hebt, heb je nou gewoon een e-sportbeurs. Dus je krijgt minder les, krijg je meer e-sportstijd. Ja, precies. Je kan er trainen. Waarschijnlijk wil de school dan ook zijn eigen team gaan starten. Daar hoort natuurlijk een beetje bij. En, maar je krijgt je studie gewoon betaald om te gamen. Dat is wel nice. Maar wacht even, want als je sport, dan krijg je heel veel sportles bijvoorbeeld. Maar wat hier heel veel marsen eten of wat gebeurt er dan? dan krijg je een train monster energie krijg je dan. Ja, zou kunnen. Nee, je krijgt waarschijnlijk wat er gaat gebeuren is dat de school zijn eigen e-sports team gaat starten. En dan moet je daarvoor spelen en uitkomen voor hun. Ja. Dus ja, eigenlijk een soort... Het is toch een beetje een reclame deal die ze toch sluiten met waarschijnlijk heel veel belastingsgeld. Ja, en dat sowieso. En het is niet de eerste universiteit die doet in Amerika, waren er al een aantal. En nou is ook Canada voor het eerst. Ja. Nou. Het gaat pas gebeuren in 2018, fall 2018. Okay. Dus we moeten nog eventjes wachten, dus verhuis niet meteen naar Canada. Nou ja, ik vraag me af wanneer Nederlandse universiteiten gaan beginnen. Hebben wij überhaupt sport? Universiteit? We hebben sportleerwegen. En als je... Ik heb vroeger bij Johnny Heitinga in de klas gezeten. Echt waar? Ja, die was een goede vriend van mij vroeger. Kijk die ook altijd. Ja, hè? Die kijkt ook altijd. Nee, ja, John, leuk dat je weer kijkt. En die mocht altijd vroeger van de middelbare school af. Van de MAVO deden we toen nog. En hij ging voetballen. Maar ja, dan heb je een andere carrièrepad. Die had een hersencel nodig.
Maar net als e-sport. Maar goed. Wow, okay. Maar goed, hij heeft elke dag twee opgehaald vanuit het busje. En ik weet dat er ook... Een busje. Ja, maar dat is het niet beter. Nee, het was een busje, dat is een gek grapje. En ik weet dat ook als je hoger studeert, kun je ook als je goed bent met topsport, kun je daar beurzen aanvullingen voor krijgen. Oké. Okay. Maar ik denk niet dat het zelfs in Amerika, want daar zijn natuurlijk nee, moet je daar krijg je 2 ton betalen aan schoolgeld alleen al. Precies. Dus er wordt er iets. Maar dan gaan we hier ook naartoe in Nederland, dus dat gaat hartstikke goed. Ach nee joh. Jawel. Komt goed. Oké. Politieke discussie doen we een andere keer. Hey, maar dat was het voor deze week, Peter. Ja, wat gaan we volgende week allemaal doen, Mars? Nou, volgende week hebben we sowieso de LCS. We hebben Hearthstone wat er naar doorgaat. Het is ook flauw dat je weer Zoe reclame maakt. Hoezo? Sowieso. Sowieso, zei ik het zo? Nee, er gaat de Smash Valley gaat plaatsvinden voor de Smash fans. Leuk! Dus dat vind ik leuk voor de Smash fans, want ze zijn heel fanatieke fans. Inderdaad, ja. Dan gaan we een keer eens anders kijken dan, dan alle dingetjes. Die komt volgende week sowieso terug in het e-sports nieuws. Tof. En ja. De LCS gaat door. De LCS, E-League, weet je wel, CSGO gaat door, Hearthstone gaat door. Dat allemaal updates. Het begint allemaal weer mooi op zijn gangetje. Ja. Hartstikke goed, dankjewel Marcia voor deze week. Volgende week woensdag zien we jou weer hopelijk. Ja, sowieso. En veel plezier in Krakau. Dankjewel, wordt koud, min 12. Maakt niet uit, wordt wel gezellig. Als je heel veel liefde voor je vrienden om je heen hebt, altijd warm. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.